En dan nu? Hallo kijkers. Het plein voor het station in Nijmegen is nog geen 15 jaar oud en het gaat binnenkort voor de zoveelste keer gerestaureerd worden. Hoe vaak is het nou eigenlijk al gerestaureerd, vroeg ik mij af. Nou, het plein was nog geen maand oud of de eerste restauratie vond al plaats op de zwarte traptreden, want daar werd om de zoveel centimeter een gaatje geboord en gevuld met reflecterend wit materiaal, omdat je 's avonds in het donker de afstap van de zwarte traptreden niet kon zien. Een paar jaar later zijn daar de grote witte stickers bijgeplakt. De net iets te brede traptreden zelf zorgde voor ventilatie in de fietsenkelder, maar ook voor tocht en water. En moesten dus dichtgemaakt worden, maar toen moest er ook weer een ventilatiesysteem in de kelder gemaakt worden. De stroken met glasplaten zijn niet alleen ter verfraaiing, maar ook om voor wat daglicht te zorgen in de fietsenkelder eronder. Die glasplaten liggen op te smalle strookjes en ook hier lekte het regenwater al bij de eerste beste bui bovenop de fietsen. De glasplaten zelf zijn regelmatig vervangen, want glas kan niet tegen scherpe steentjes en zo. Je kon ooit over de hele breedte oversteken, maar dan moest je een dubbele busbaan over en omdat het gevaarlijk was, hebben ze er eerst een duidelijke oversteek met leuningen gemaakt. Toen dat niet werkte, is er gedeeltelijk een groene heg voorgezet. Maar toen bedachten ze een esplanada bovenop een parkeergarage op de Schaakmatronsingel en moesten de mensen daar oversteken. En kwam er ook een heggetje voor de trapleuning. Gelukkig had iemand in het magazijn nog wat gele asfaltverf ontdekt en kon de nieuwe oversteek gemarkeerd worden. Het beeld van Tony Craig moest dan ook verplaatst worden naar het wereldwijd unieke stukje Shared Space. Want dat was hip toen, Shared Space. Jawel, alle verkeer door elkaar, maar niet te veel en niet te ver. En omdat mensen nou eenmaal mensen zijn en niet zo graag omlopen, liepen de mensen toch over de te smalle stoep en vormden zich in no time een olifantenpad waar je u tegen kunt zeggen. En dat sluiten ze binnenkort dan dus ook maar weer af. Want recentelijk werd bekend dat het stationsplein dat ooit voor 4 miljoen gulden is aangelegd, diverse kleine restauraties kende, waaronder eentje van 3,2 miljoen euro, dit jaar weer aangepast gaat worden voor 800.000 euro en in 2019 nog maar een keer groots op de schop gaat. Dat weten ze nu al. En dat alleen maar om probleem op probleem op probleem te stapelen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Kijk, het kan nog genomineerd worden voor een vermelding in het Guinness Book of Record als meest gerestaureerde plein ter wereld.